Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. This is what it feels like.
Si tu la parla piezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te vengono capi di I love you. Papà l'americano. Ja, ik heb jullie
Nou, welkom allemaal, hè. Is die al opgestart? Nee. Nee, ik zal hem heel snel opstarten, want die hebben wij ook. Ja, X-Lens 4.0 de ROMs. Ik weet niet hoe we beginnen met de mallen. We beginnen gewoon even met de mallen. Wij hebben twee mallen. Deze leg je ook gewoon zo in de hoek. En deze, ja, zo in de hoek. En deze zetten we de robot schuin in. En deze recht zo of zo. De opzetstukken gebruiken we er drie in de vijf programma's. Die is voor programma 1, ja, en ze zijn heel snel op en af te klikken, dus dat is heel handig. Nou, we gebruiken vier accu's. Die kunnen we om de beurt laaien, zodat hij altijd het beste vermogen levert. Omdat hij dan vol is, dan rijdt hij ook het beste. De lichtsensor hebben wij ingebouwd, dat hij geen last heeft van lichtinval en van dat hij gewoon altijd zelf meet. De lichtsensor zit hier. Ja, kijk, mooi. Eigenlijk een programmaatje die we wel het fijnste vonden om te maken. Het programma, voor ons programma 1, dat is met de boomtap. Die ging best wel goed en met moeite hebben we programma 4 gemaakt. Dat is met de ambulance en de vrachtwagen. En daar hebben we heel lang over gedaan, dus dat was heel moeilijk. Hier zie je twee robots, die hadden we aan het begin helemaal gemaakt in twee groepen. Hun twee, Kai en Luc en dan wij met z'n drieën. En uiteindelijk is het die van hun geworden, dat is deze. En dat komt doordat deze had een hele grote draaicirkel. En deze was ook veel preciezer. En hier zo zie je hem en we hebben hem Bob genoemd. En we hadden hem aan het begin, toen we hem tot het eind hadden, hebben we hem dus aangepast en stevig gemaakt. Ja, nou, Ries, nog even over programmeren. Ik ben programmeur. Hier zit in mij programmeren, dat laat ik het even zien. En Luc, één, zal ik daarmee beginnen? Het programma waar jij denkt dat je het beste kan vertellen. Dat was programma 1. De eerste. In de tweede rijdt hij zeg maar zo en pakt hij de vrachtwagen. Nee, dat is de derde. Twee gaat hij hierheen, slaat hij mee naar geel. En vijf doen we deze spullen, dat water, die hondjes en katjes. En deze twee allemaal, alle kleine dingen, brengen we naar rood en de robot. Oké, met bepaalde missies? Vier was toch echt wel waar we heel lang vast hebben gezeten. Oké, en hoe heb je eigenlijk wat waren eigenlijk de problemen dan? Was het meer een programma of waren het meer... Nou, hij moest rijden weg. En ja, met deze arm moest hij ook de tsunami aantikken. Dus om dat allemaal precies zo te krijgen dat hij het allebei tegelijk deed, was heel moeilijk. Ja, en hoe heb jij precies opgelost? Ja, echt heel lang proberen echt als het dan bijvoorbeeld iets in een blokje van... honderdste van een seconde ook werken en iets duizendste. Gaat dan niet. Meestal doet het wel eens. Mooi. Een paar blokjes gebruiken. En waar ben je het meest trots op in het programma? Wat was nou het moeilijkste? Je hebt het goed kunnen doen. Het laatste. Ja. Wat is dat precies? Vierde programma. Ambulance hier en vrachtwagen hier, nou hebben we die zo langzaam opgetild. Ze zijn naar geel. En wat vindt zij de beste aan jullie robot zelf? En ja, ze zijn heel zwaar. Dat de robot uniek maakt. Ja, zo. Je zei, je hebt een lichtsensor, dus je gaat wakker gegaan, wat je moet van 9 tot half 10 of zo geloof ik. Hebben we alle lijntjes getest om te kijken hoe het licht was. Want bij ons thuis op school hebben we geen TL-ballen. Dus 60 graden, dan ging die
of juist twee hele rondjes, of hij ging maar heel klein opzet. En dan rijdt hij met deze zo, pakt hij de ambulance en met deze doet hij de tsunami, dan tilt hij hem op en rijdt hij daarheen, stopt hij op de zwarte lijn en dan ja, naar geel en dan rolt hij ze. Eerst lukt het niet om hem op te tillen, dus nu hebben we hier zo, dan vallen twee, we hadden een extra gewicht tillen, zorg dat hij niet te veel wrijving heeft en dan heeft hij echt dat extra gewicht. Oké, en wie kwam eigenlijk op het idee van die gewicht? Ja, we hebben eigenlijk gewoon samen besproken. De coach heeft het ook heel erg. Ja, maar dat is ook belangrijk. De coach wist het altijd wel, telkens op die ideeën komen. Meestal was het ook wel goed dat we zelf moesten nadenken. En hoeveel spelen ze dat ze mee doen? Is dat de eerste keer? Dit is onze eerste keer. Ja, eerste jaar. En jullie hebben eerst een regionaal gehad. Ja, dit is het vierde jaar. Ja, natuurlijk. Ja. Het is ook de eerste keer dat school doorgaat met de Benelux finale. Oké, dat is helemaal geweldig. Ja. Dan kan we gewoon even kijken. Maar hoe hebben jullie ook precies de taakverdeling gemaakt? Hebben de meisjes ook geholpen met bouwen? Of hebben hun het project laten doen? Er waren twee robots zeg maar gemaakt aan het begin en het robot geworden. Okay. Dus hun hebben op zich wel meegebouwd, maar niet echt heel veel aan deze robot. We proberen eigenlijk gewoon alles een beetje te verdelen, dat iedereen wat kan doen. Net als hun zijn net zo goed allemaal aan het bak geweest als wij. Dus. Ja. Monte en ik hebben wel echt veel aan het project gedaan, dat wel. Aan het eind. Ja, maar we hebben met z'n allen... Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, dat is het wel. Zet hem maar uit. Ja, dat weet wel. We hebben dat gewicht. Zet hem maar uit. Ja. Waarom maakte je het begin nou niet? Want we stonden daar en Jij zei, Pers wel, maar verder twee coaches mogen naar binnen. Heel jullie moeten zometeen een nummertje pakken uit de envelop. En je mag het nummertje niet aan een ander laten zien. En je mag vanaf het moment dat je een nummertje pakt, dus dat eerste print, mag je niet meer praten. Een volgorde, wat jullie willen, moet je ze gaan zetten. Niet praten. Okay. Niet kijken, je mag verder alle in een volgorde, je mag zelf bedenken. Kijk het even stiekem en stop het in je zak. Ja, niet te diep weg, want dan kunnen we straks niet weer vinden. Succes! Niet op je mond bewegen, geen lippen lezen, helemaal niks. Helemaal niks. Zijn jullie tevreden? Met jullie? Wat voor nummer? Oh, begin aan die kant? Begin bij Luc? We mag meteen 4. Te ver weggestopt. Dankjewel, nummer 7. Ik heb wat over vragen. Nou, vertel er maar wat over. Wie heeft hem gemaakt? Allemaal samen. Team. En jullie team is 5? Ja. Ja, juist. En komen jullie uit een klas? Of, Ja, goed. We hebben in eindgroep 7 hebben we een testje gemaakt. En daar, de hele klas die bouw mocht een testje maken. Ja, en daar zijn wij uitgekomen. Dus. Want wisten jullie al van tevoren dat er 5 zouden worden? Of hadden het er ook meer mogen worden? Nee, 5. Van tevoren al 5. Want een team mag met z'n 10 zijn, hè? Ja. Ja, maar wat vond je? Dat het gewoon handig was dat je niet met te veel was, dus niet met z'n allen op elkaar. En dat je met z'n 5 ook niet moet gaan nadenken. Dus dat... Ja, nou is natuurlijk wel een van de trucjes van de Lego League dat je moet leren in hele grote groepen te werken. Moeilijk was. Of hebben jullie toch van zo'n groep werken wel heel veel geleerd? Ja. Zeker. Wat hebben jullie ervan geleerd? Staat dat ergens op de poster? Wat hebben jullie geleerd? Van hoe meer werk aan kunnen met z'n 5 kun je meer werk aan dan met z'n 3. Ja, je kunt met z'n 10, maar we zijn met z'n 5. De quote die we hadden is, er komt de bak in en dan kon je er zo omheen lopen. Dus als je dan met z'n 10 gaat staan, dan werkt het niet. Nee. Daarom hebben wij 5 mensen en daar is het goed mee gelukt. Ja. Van een sterk team. Nou, dat we allemaal andere ideeën hebben en zoals... Zij had een heel goed idee voor het project en zo. En hij kon weer heel goed bouwen. Mm-hmm. Samen sterk. Waren jullie het altijd met elkaar eens?
Nee, niet altijd. Wel discussies. Geen ruzies, maar wel discussies. En wat gebeurde er dan als jullie discussie hadden? Gewoon oneenigheid. Dan iemand had een idee en dan lieten we elkaar niet uitpraten of zo. En dan ging iemand anders er weer doorheen. En dan wilden we eigenlijk ons eigen idee dan doen. Maar dat lukte niet altijd. Dus dan kregen we een beetje oneenigheid. En hoe lasten jullie dat dan op? Samenvoegen. En een beetje middenweg van alle ideeën zoeken eigenlijk. En kijken wat het beste was. En iemand anders wil zeggen, hoor, jij hebt wel antwoorden te geven. Ja, aan het project in de net als een beetje plannen. De computer is heel goed met alle plaatjes en dia's en die van Lotte? Wel projecten en ook paint op de computer allerlei ontwerpen maken. En hij was de kwaliteit? Ja, eigenlijk bijna hetzelfde als Lotte, ook wel gewoon heel creatief en zo. Hij bijvoorbeeld Sky was ook heel erg met projecten gewoon bezig. En doen jullie het project straks samen? Ja. En jullie klas, wat heeft die ervan gemerkt? Dat we heel vaak weg waren. Ja, gewoon tijdens in de klas, als er dan niet, bijvoorbeeld bij stil lezen of zo, dan hebben we ook wel eens gewoon aan het project gewerkt en zo op de computer. Ja. Okay. En hebben jullie de presentatie zo aan jullie klas laten zien? Weten die dat jullie vandaag hier zijn? Ja, die zijn mee. Eén meisje niet, want die had volleybalkamp. Maar de rest is allemaal mee. En die vinden het dus ook allemaal. Nee, hebben die ook allemaal van die mooie truien aan? Gewoon omdat we het heel leuk vonden. Okay. En hebben jullie nog samengewerkt met andere scholen of andere? Vorig jaar en volgend jaar. Ja. Nee, we moesten het echt 9 van de 10 dingen moesten we zelf bedenken. Maar als we er echt niet op kwamen, dan werd er wel een school op. En wat is het belangrijkste dat jullie van de coach geleerd hebben? Het samenwerken. Ja. En wat heeft de coach van jullie geleerd? Lief zijn. Nee, dat vraag ik aan de kinderen, niet aan de coach. Dat iedereen ideeën heeft en dat je elkaar gewoon moet uitlaten praten. Nog één ding? Met de technische en zo. Vooral met ons project over regen, wateroverlast en zo. Daar hebben we heel veel over gehad. Ja, dank jullie wel. Het was nog één ding, Willem. Jel, mogen we nog even horen? Ja. Oké. Duitsland gaat USA. Zo, doe maar zeg. Hartstikke goed, jongens. Dank jullie wel. Ja. Ik zie dat het vandaag gaat regenen, maar hebben jullie wel pompen voor me klaar? Ja, we hebben pompen aan de plaats, dus we komen ze zo bij. Oké, fijn. Dank je wel. Oké, ik zie het niet.
We staan hier op de Jarbeurs in Utrecht bij de finale van de Lego League voor de Benelux. En naast mij Ruud van Gaam, de coach, manager en leerkracht van groep 8 van de Zonnebergschool in Kruisland. En aan hem de vraag van hoe is het zo gekomen? We zijn begonnen eigenlijk al in groep 7. Dan wordt elk jaar wordt er een vragenlijst ingevuld. En de kinderen die weten dan heel goed wat ze gaan krijgen. En op dit moment zijn we dus met het team verder gegaan.
hebben in groep 8 heel veel uur, maar liefst meer dan 50 uur na schooltijd gewerkt. En uiteindelijk zijn ze beloond in Breda op de regiofinale, zijn ze eerste geworden. En dus mochten wij hier naartoe, naar de Benelux. Een heel ander niveau, heel andere wedstrijd, wel echt gaaf. En wie zijn jouw teamleden? Ries, Sky, Luc, Lotte en Tané uit groep 8. Of hij nog
We staan hier in de water en dan sprak ik nu aan al even. Tobias, kom eens even bij. Dus dan worden we echt wel lekker muziek in. Alles loopt zoek, dus we gaan gewoon lekker chillen en gewoon best even. Ik wil nou nu even in. Ik ben in die next groep, op de next. De next nummer bij. Ja, dat is het. Ja, wat verwachten ze van, wat hadden ze hiervan verwacht van zo'n dag? Want we zijn al op weg en we hebben al wat wedstrijdjes achter de rug. Ja. Van tevoren heb ik gezegd, nummer 1 gaat naar Amerika, nummers 2 en 3 naar Spanje. Maar er zijn 50 teams hier uit de Benelux. Dus ik zei al, jongens, we hebben er al 23 verslagen in Breda. Wat we hier ook vandaag gaan doen, uiteindelijk zijn we echt heel erg trots op onszelf dat we hier zijn gekomen. Maar Amerika, daar willen we wel naartoe. Ja. Volgende missie. Wat gaan ze doen? Precies een kaartje worden. 30 seconden. Ja, dat is spannend. Er valt alleen maar mokje op de grond. Dan kon je het juiste spelletje in het juiste raadje. Kijk jongens. Wij hebben nog 8 seconden. Ja, hij volgt met de sensor erin. 4, 3,
hier voor de tweede keer met een bakje koffie. En even aan jou de vraag, hoe is het verlopen vandaag? Ja, vanochtend hebben we alle presentaties gedaan. We zijn begonnen met de robotjurering, hoe de robot in elkaar zit. Hebben we goed gedaan. Daarna zijn we overgegaan naar de core values, hoe de team zelf heeft samengewerkt en eigenlijk onderling is gegaan. Gaat ook super. Het project hebben we geweldig goed gedaan. Prima binnen de tijd, dat was heel lastig, maar we hebben daar ons project goed neergezet. Toen hebben we in de bak de robotopdrachten hebben gedaan en de oefenkeer ging eigenlijk niet zo goed. En de echte eerste keer ging eigenlijk helemaal voor geen meter, maar dat lag aan het eiken van de lichtsensor. En dat hebben we nu helemaal getackled. En als het goed is, gaan we nu zoveel punten scoren dat we in één keer naar Amerika mogen. Ik hoop dat Slos dan mee mag. Budget zal er niet zijn, maar deze persoon zal dan zeker aanwezig zijn in Amerika. Ja, ik denk dat Matthew Pegels ook wel zorgt voor een flink budget dat we allemaal die kant op komen. Dankjewel Ruud en veel succes met de laatste ronde. Oké, dankjewel. Nou, alles wat jullie meenemen naar de rest van de tafel, alle afzetstukken en dan wel hetzelfde. Zo mag hij niet staan. Nee, hij staat zo. Ja, dat is goed. Oké, hier zijn 10 man, dat was 10 jaar. Nou, zet hem op. Waar is het pilletje? Dat is leuk.
En dan gaan we meteen door voor de tijd. En met jou staan, dus ik ga het goed. Ja, dat is goed, geweldig. En voor de lichten staat, oh, nou staat de naam uit. En laatst hebben we nog een incident gaan. Wat dan de volgende ronde verwacht bij de volgende teams? Wij moesten constant door dat gebied heen. Ja. En dat is dan de spanning. Want dan net dat pakken en dan laat je vallen en dan ligt het daar. Want dan was het de mag dat dan niet op de baan op? Ja, dat mag. Maar dat kleine blauwe dingetje wat hier staat. Dat is ja, die op dat ringetje staat. Ja. En wat gaan jullie nu nog doen? Ja, nu hebben we nog een paar minuten en dan lopen we weer. 14 uur verder. Yeah!
mij nog maar één ronde. Gaan we maar. Of er nog één ronde gaat. De laatste ronde gaat zo meteen beginnen. Er zijn verschillende stappen. Er zijn vier, vijf, vijf, Rio Bosch. Of er gaan we nog Rio Bosch. Kinderen aan de kinderen mogen weer naar voren. Zijn ze maar pronken.
Een aantal tegenslagen. Wil je dan nog één keer die hoffel doen? Ja!